Goedenavond allemaal en welkom bij wederom de tweede online Planetarium show die we doen met ons Dot Live Planetarium team. Mijn naam is Casper. En ik ben Martijn. En wij zijn sterrenkundestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide gespecialiseerd in instrumentatie. De vorige keer hadden we het over de aarde en de maan en vandaag gaan we het hebben over de zon. Speciaal voor de landelijke zonnekijkdag. Het beeld wat jullie achter ons zien is een gratis programma dat heet OpenSpace. Dat is open source software, deels betaald door NASA. En momenteel zijn we overigens ook bezig om die software te implementeren in ons Dot Live Planetarium. Dat doen we samen met het Hayden Planetarium uit New York en met het Neurotropping de universiteit en het planetarium daar, in Zweden. Omdat het vandaag Nationale Zonnekijkdag is, gaan we natuurlijk hebben over de zon. We gaan het hebben over sterren in het algemeen, hoe ze ontstaan, wat het eigenlijk zijn, hoe ze aan hun eind komen. En natuurlijk gaan we ook in op onze eigen ster, de hele belangrijke zon. Mochten er overigens vragen zijn gedurende deze show, het is live en we zien de YouTube live chat voor ons. Dus mochten jullie vragen hebben over wat we zien, of jullie willen iets in het bijzonder zien, gooi het in de live chat. Er zitten een paar moderators achter, onder andere ook sterrenkundigen die eventuele vragen kunnen beantwoorden. En mochten we iets leuks kunnen laten zien, dan doen we dat ook natuurlijk. En eventueel kunnen we ook na afloop nog wat dingen laten zien. Het gaat ongeveer een half uurtje duren. Tenzij er natuurlijk nog vragen zijn. Ja, zodra we OpenSpace opstarten, dan zien we als eerste dit. We zien de aarde, zoals we hem natuurlijk kennen. Op de achtergrond zien we andere sterren. We zien de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel waar we in zitten. En we zien dat één kant belicht is en de andere kant donker is. En dat komt natuurlijk omdat één kant wordt verlicht door de zon. Die zien we daarachter staan. En die zon die verlicht natuurlijk maar één kant van de planeet. Vervolgens draait onze aarde in 24 uur tijd rondjes, waardoor we elke 24 uur dag en nacht kennen. Dat kunnen we in OpenSpace ook redelijk eenvoudig laten zien. We kunnen namelijk even de tijd aanpassen. Dat zullen we hier doen. We kunnen de tijd vooruit laten gaan met 1 uur per seconde. En dan zullen we dus inderdaad zien dat die aarde ronddraait. En dat doet hij natuurlijk in 24 seconden tijd. Soms ziet de aarde er wat gek uit, maar dat komt omdat OpenSpace live kaarten downloadt vanaf het internet. Dus dat vereist wat internet. Zo, gaan we de tijd weer even stopzetten. Ik ga ons eerst even uitzoomen. En zodra we uitzoomen, dan zullen we een soort van lichtblauwe lijn achter de aarde aanzien. Dat is deze lijn hier, dat is de baan van de aarde rondom de zon. We zien ook een andere lijn. Ja, en deze baan, deze cirkel met een rode staart erachter, dat is onze maan. En onze maan is het dichtstbijzijnde natuurlijke hemellichaam. Het staat op ongeveer iets meer dan 300.000 kilometer afstand. Wat betekent dat licht er ongeveer 1 seconde over doet om daar te komen. Stel dat je een laser op de maan zou schijnen en er staat een spiegel op de maan. Dan duurt het 1 seconde voor het licht om bij de maan te komen. En dan duurt het dan ook weer 1 seconde om weer terug op aarde te komen. En dat is eigenlijk iets wat sterrenkundigen wel regelmatig doen. Afstanden niet meten in kilometers, maar in eenheden van licht. Dus lichtseconden, lichtminuten, lichtjaren enzovoort. Dat komt omdat de afstanden in sterrenkunde simpelweg heel erg groot zijn. Dus als we dingen in kilometers gaan noemen, dan wil dat eigenlijk niet echt. Als we maar ver genoeg uitzoomen, dan zullen we zien dat die baan van de maan vrijwel niks meer voorstelt. Die zien we bijna niet meer. We zien ook dat die lichtblauwe lijn, de baan van de aarde rondom de zon, een lichte kromming krijgt. En dat komt natuurlijk omdat het een min of meer cirkelvormige baan is.
Dus die aarde die draait cirkeltjes rondom de zon. En die andere lijnen die we nu zien verschijnen zijn de andere planeten van ons zonnestelsel. Dus verder naar binnen toe zien we Venus, we zien Mercurius, we zien hier Mars. De afstand tussen de aarde en de zon is gemiddeld 150 miljoen kilometer. In lichteenheden is het ongeveer 8 lichtminuten. Dus als we naar de zon kijken, dan heeft dat licht er 8 minuten over gedaan om bij ons te komen. Nou, naar Mercurius duurt het iets minder lang, Venus ook minder lang. Naarmate we verder naar buiten gaan, dan duurt dat natuurlijk steeds langer. Onze aarde die draait hier ook in een jaar omheen. Maar naarmate we verder naar binnen gaan, naar bijvoorbeeld Mercurius en Venus, dan duurt dat korter. Dus in het geval van Mercurius is het ongeveer 90 dagen. En Casper zei dus net dat de zon op ongeveer 8 lichtminuten afstand staat. Dus stel dat je morgenochtend de zonsopkomst ziet, zie je eigenlijk hoe de zon 8 minuten geleden opkwam. Dus je kijkt als het ware terug in de tijd. En Casper, wat is eigenlijk het verschil tussen een ster en een planeet? Want we hebben het nu over planeten. Wat is eigenlijk het verschil? Dat is een goede vraag. Eigenlijk zijn er niet eens zo bijzonder veel verschillen. Het belangrijkste verschil is echter wel dat planeten zelf geen licht uitstralen. En een ster, of de zon in ons geval, want onze zon is ook gewoon een ster, die doet dat wel. Planeten, die zien we 's nachts wel als lichtpuntjes, omdat ze licht van de zon reflecteren. Maar zelf produceren ze geen energie. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze maan. Als je volle maan ziet, dan is die heel fel. Maar dat is geen licht wat de maan zelf uitstraalt. Het wordt gereflecteerd op het oppervlak van de maan. Het zonlicht wordt gereflecteerd op het oppervlak van de maan. Als je een stuk maansteen mee zou nemen naar aarde, dan is het eigenlijk best wel donker. Het is eigenlijk donkergrijs. Maar hij lijkt zo fel omdat het dus allemaal zonlicht is dat wordt gereflecteerd. Zo'n zon produceert ontzettend veel energie en daar komen we zo eerst even op terug. Maar misschien is eerst interessant om eens even in te gaan op hoe een ster als de zon nou eigenlijk vormt. We zien 's nachts aan de sterrenhemel duizenden sterren. En ze lijken ook min of meer stil te staan, maar dat is niet altijd zo geweest. Ze zijn lang geleden zijn ze gevormd. En eigenlijk een heel duidelijk signaal daarvan zien we hier al. Dat is het feit dat die planeten rondom onze zon allemaal min of meer in hetzelfde vlak staan. Dus als we een beetje vanaf de zijkant kijken, dan zullen we zien dat die planeten min of meer één plat vlak vormen. En dat heeft te maken met de vorming. Die vorming van ons zonnestelsel is ongeveer 4,5 miljard jaar geleden gebeurd. Dat was niet van de ene op de andere dag dat er opeens een zonnestelsel was, maar dat is een proces wat honderden miljoenen jaren duurt. En het begint eigenlijk allemaal met een grote gaswolk. Bijvoorbeeld een gaswolk zoals deze. En dit is een gaswolk die u met een verrekijker kunt zien vanuit de achtertuin. Dit is de Orionnevel, bevindt zich in het sterrenbeeld Orion. En oorspronkelijk is onze zon in een dergelijke wolk gevormd. Natuurlijk niet exact deze wolk, want onze zon is er al. Maar wat er gebeurt als een wolk is dat gas, dat komt er samen dankzij zwaartekracht. En dankzij die zwaartekracht stort dat ineen en vormt zich in het midden een ster. Ja, dus zo'n gebied, deze Orionnevel, noemen we ook wel een kraamkamer voor sterren, omdat er dus nieuwe sterren worden gevormd. En in dit specifieke gebied zien we in het midden een licht witachtig gebied. En daar worden op dit moment nieuwe sterren gevormd. Nou, ik zeg dan wel dat het op dit moment gebeurt, maar natuurlijk gaat het heel geleidelijk. Het duurt heel lang voordat een ster echt vormt. In onze Melkweg, dus een collectie van honderden miljarden sterren, wordt ongeveer één nieuwe ster per jaar gevormd. Dus dat klinkt niet heel veel, maar op astronomische schalen is dat normaal. En zodra zo'n ster vormt, dan begint heel veel licht uit te stralen. En vervolgens wordt het stof daaromheen wordt weer weggeblazen en daaruit kunnen vervolgens de planeten worden gevormd. Dus als eerst vormt eigenlijk die zon en dan in ongeveer de 100, 200 miljoen jaar daarna, dan vormen de planeten daaromheen. En we zeggen nu wat eigenlijk zo'n ster straalt licht uit, maar ja, hoe doet die dat nou dan eigenlijk? Soms wordt zo'n ster wel eens een vuurbal genoemd. Niets is eigenlijk minder waar, want een ster heeft niks te maken met vuur. Vuur ontstaat wanneer
er dingen verbranden. En wanneer er iets verbrandt, dan reageert het met zuurstof en komt daar vervolgens hitte bij vrij. En van de zon komt ook hitte af, maar dat wordt niet gevormd door verbranding, maar door middel van kernfusie. En die kernfusie die vindt plaats in het midden van zo'n ster. In het midden van onze zon, bijvoorbeeld. En in het midden van zo'n zon is de druk ontzettend hoog, waardoor er een enorm hoge temperatuur is, van minstens 1 miljoen graden. Het kan wel een paar miljoen graden zijn in sommige sterren. En vervolgens kunnen daar elementen worden samengesmolten. In het geval van onze zon wordt er voornamelijk waterstof samengesmolten. En waterstof is dan ook het meest voorkomende element in ons universum. En dat waterstof zit dus heel dicht op elkaar gepakt en vervolgens smelt dat samen tot helium. Helium is weer ietsje zwaarder, nog steeds een heel licht element. En dat gaat eigenlijk zo door naar steeds zwaarder en zwaardere elementen. En vervolgens komt er bij dat proces, dat samensmelten, kernfusie, daar komt ook nog heel veel energie bij vrij. Netto levert dat energie op. En dat is dus eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van wat we in kernreactoren op aarde doen. In kernreactoren op aarde pakken we zware elementen zoals uranium, plutonium, thorium en dat breken we uit elkaar. Daar komt vervolgens energie bij vrij. De CER die doet het net andersom, die bouwt het eigenlijk op. We proberen hier op aarde dit ook onder de knie te krijgen. Dus dit proces dat Casper beschrijft, kernfusie, zijn al 50 jaar mee bezig. En als het lukt, als we het eindelijk onder de knie hebben, is het hele energieprobleem opgelost. Dus hebben we geen kolen, niks meer nodig. Alleen het schijnt nog best wel lastig te zijn, omdat je dus die hele hoge temperaturen van wel miljoenen Kelvin onder de knie moet krijgen. En dat is niet zo makkelijk. Maar er wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan en hopelijk in de komende decennia gaat het eindelijk lukken. Martijn noemde net Kelvin als temperatuureenheid. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, Kelvin meet vanaf het absolute nulpunt. Dat is eigenlijk vrij vergelijkbaar met het graden Celsius, als we het over miljoenen graden hebben. Ik zie ook een vraag in de chat. Waarom explodeert een ster pas aan het einde van zijn levenscyclus? De druk is nu toch veel hoger in de kern? Dat is inderdaad waar. De druk in de kern is nu ontzettend hoog. Naarmate een ster ouder wordt, dan zal die uitdijen en dan wordt de druk inderdaad lager. Maar dat heeft te maken met het feit dat er nu een heel mooie balans is in zo'n ster tussen zwaartekracht, die de ster eigenlijk ineen wil drukken, en kernfusie die de ster naar buiten toe drukt. En op den duur is die balans weg aan het einde van het leven van zo'n ster. Maar daar komen we later nog even op terug. Die kernfusie vindt dus plaats in het midden van die ster. Vervolgens zullen die lichtdeeltjes naar het oppervlakte van die ster komen via allemaal verschillende lagen, convectielagen, radiatielagen. En vervolgens wordt het dan uitgestraald. En duurt het dan vervolgens nog 8 minuten ongeveer voordat dat licht bij de aarde komt. Wat wel cool is om te vertellen, is dat het licht dus ongeveer 8 minuten overdoet om van het oppervlakte van de zon bij ons te komen. Maar om van het centrum, dus de kern van de ster, tot de oppervlakte te komen, is het lichtdeeltje veel langer nodig. Wel duizenden jaren. Dus het duurt duizenden jaren voor een lichtdeeltje om vanaf de kern tot het oppervlakte te bewegen. En waardoor komt dat nou eigenlijk? Nou, het komt omdat er heel veel deeltjes, de druk is heel hoog in zo'n ster, waardoor dat lichtdeeltje overal tegenaan botst, wordt opgenomen, opnieuw uitgezonden. En daarom duurt het uiteindelijk heel lang voor zo'n deeltje om echt tot de oppervlak door te dringen. En die buitenste laag van de zon, dat is eigenlijk de atmosfeer eromheen. En die heet dan heel toevalligerwijs corona. Maar die corona, die kunnen we eigenlijk ook heel mooi zien tijdens bepaalde evenementen. Zoals bijvoorbeeld een zonsverduistering. Dus tijdens een zonsverduistering, dan zit de maan precies tussen de zon en ons in. Waardoor we dat oppervlak van de zon eigenlijk niet meer zien. Maar we zien wel de buitenste atmosfeer er nog omheen. En dat is die lichte wolk. En dat heet dus ook wel de corona. Het oppervlak van de zon is niet zo heel erg heet. Zo'n 6000 graden. Nog steeds best wel warm, maar relatief koud ten opzichte van de kern van de zon. Die corona is echter weer heel erg heet. Sterrenkundigen zijn er nog niet 100% zeker van waarom die corona nou eigenlijk zo ontzettend heet is ten opzichte van het oppervlak van de zon.
Maar het is een plasma, die corona. En waarschijnlijk wordt dat plasma uitgestoten naar buiten toe. Dankzij magneetvelden. En is het daar dus zo ontzettend heet. Als we dan naar het oppervlak van de zon kijken en we doen dat 10 jaar lang, dan krijgen we zoiets als dit. Dit filmpje is redelijk recent geüpload door NASA. En we zien dat oppervlak van die zon niet echt heel erg constant. Het is eigenlijk best wel een turbulent geheel. Dus we zien de zon eigenlijk altijd als een mooie lichte bol aan de hemel staan. Maar in werkelijkheid, als we dichterbij kijken, dan gebeuren daar ontzettend veel dingen. Wat we onder andere zien, zijn redelijk wat uitbarstingen. We zien eigenlijk die magneetveldlijnen heel erg mooi lopen. Verschillende gaten in de zon naar andere gaten. En geladen deeltjes bewegen zich langs die magneetveldlijnen op het oppervlak van de zon. Daartussenin zien we eigenlijk allemaal een soort van vlekjes. Dat zijn convectiezones. Hoe je zich dat moet voorstellen. Als een soort waterkoker. Dus in een waterkoker borrelt het hete water omhoog. Eigenlijk gebeurt het een beetje hetzelfde op het oppervlak van de zon. Dus de inhoud van die zon die borrelt omhoog toe. En vervolgens krijgen we daar convectiezones, zoals we dat noemen. Wat Casper net vertelde, dus die uitbarstingen die we hier zien, die kringen waarbij geladen deeltjes naar buiten worden geblazen, voornamelijk protonen en ook elektronen, die zien wij op aarde ook. Dat zien wij in de vorm van noorderlicht. Dus stel dat de zon een hele sterke uitbarsting heeft gehad, dan is de kans op aarde groter om het noorderlicht te zien. Daarnaast heeft de zon ook een vaste periode van hoe actief die is. Die periode duurt 11 jaar en we zitten nu op een minimum. Dus over ongeveer 5 à 6 jaar zitten we weer op een maximum. En dat is dan ook het beste moment om noorderlicht te spotten. Dus stel, mocht je het noorderlicht nog graag willen zien, ga over 5 à 6 jaar, want dan is de kans het grootste om dit te spotten. En dan hebben we nog even wat close-up foto's van die zon. Deze foto's zijn overigens gemaakt door Michael Wilkinson. Michael Wilkinson is universitair docent in Groningen, in informatica. Maar heeft als best wel dure hobby het fotograferen van de zon. Voordat we hierin verder gaan, willen we wel graag even benadrukken dat het een heel slecht idee is om zelf met een telescoop naar de zon te gaan kijken zonder dat u daar speciale filters voor gebruikt. Dus alle foto's die Michael hier heeft gemaakt, er zijn speciale filters aan vooraf gegaan die op de telescoop worden gemonteerd zodat er niet te veel licht binnenkomt. Als u gewoon met een telescoop of een verrekijker naar de zon kijkt zonder bescherming, dan zult u vrijwel gelijk uw ogen ernstig beschadigen. Dus niet doen. Maar als er wel speciale filters aan te pas komen, dan zien we best wel mooie dingen op het oppervlak van die zon. Hier zien we de foto speciaal in waterstof alfa. Waterstof alfa is een speciale kleur licht. Die wordt uitgezonden door waterstof, het element waar het meeste van die ster bestaat. We zien eigenlijk op het oppervlak allemaal van die kleine lijntjes lopen. Dat zijn al die magneetveldlijnen en dat zijn ook de convectiezones. We zien uitbarstingen naar die corona toe. Ja, dus die zonnevlammen zien we hier buitenom heel duidelijk, waarbij dus die geladen deeltjes naar buiten worden geblazen. En dan zie ik een vraag in de chat. Als dat hete plasma wordt uitgestoten door die ster, waarom is de oppervlakte van de ster dan zelf niet warm? Dat is een goede vraag, maar dat komt omdat dat plasma, en hier zien we het eigenlijk ook, dat wordt maar op een paar plekken uitgestoten. Dus het is niet alsof dat plasma uit die hele ster komt. Er zijn maar een paar plekken waarin dat naar buiten wordt gestoten en vervolgens blijft dat in die atmosfeer zitten. Dus op die lokale plekken kan het natuurlijk wel ontzettend heet worden, maar het is niet zo dat het hele oppervlak daardoor verwarmd wordt. Ja, dus je hebt een soort van opbouw van magnetische energie onder het oppervlak en op een gegeven moment dan wordt die druk zo hoog, dus die energie wordt zo hoog dat het moet ontsnappen. En dan krijg je dus zo'n zonnevlam als dat we hier zien. Dus er zijn wel specifieke gebieden waar dat gebeurt, zoals Casper zei. En dan nog even een andere afbeelding.
Hier is er wat in geknipt en geplakt. Dus we hebben een afbeelding van de zon. En vervolgens is daar een plaatje van de aarde ingeplakt met Photoshop om de schalen te laten zien. Dus we zien hier de aarde ten opzichte van de zon, als die ernaast zou staan. We zien dus eigenlijk dat die zon behoorlijk wat groter is dan de aarde. Om precies te zijn zou de aarde er wel een miljoen keer in passen. En dan zie ik nog een vraag in de chat. Zijn dat ook de plekken waar donkere vlekken kunnen ontstaan? Ja, dus op het oppervlak van de zon zien we zonnevlekken. Ik kom eigenlijk snel op bij het volgende plaatje. Zoals hier rechtsboven. Hier zien we een zonnevlek, een soort hartvormig vormpje in verschillende kleuren licht. Maar zo'n zonnevlek is dus eigenlijk inderdaad een plek waar materiaal naar buiten toe wordt gestoten. En lokaal wordt zo'n vlekje wat kouder, omdat daar natuurlijk energie weggaat. En doordat het daar kouder is, zien we ze als zwarte vlekjes. En met koud moet u niet denken, nou dat is dan een comfortabele 20 of 30 graden. Nee, het is daar enkele honderden graden minder warm. Daarom is het een stuk minder fel, maar het is daar nog steeds enkele duizenden graden. Terugkomend op dit plaatje. Hier links zien we dus de zon volledig in waterstof alfa. In heel groot, hoog detail. We zien hier een donkere vlek, waar het dus wat kouder is. En we zien ook weer die zonnevlammen, die structuren, die banden die eruit komen. Hier rechts zien we een paarse foto. Dit is weer een ander soort lijn. Dit heet calcium K-lijn. Dus dat is vergelijkbaar met waterstof alfa, alleen een andere golflengte. Dus het is een ander soort licht. En wat blijkt, we kunnen de zon in veel verschillende soorten licht observeren. Dus we hebben hier bijvoorbeeld al twee, beide in het zichtbaar licht, wat wij ook met onze eigen ogen kunnen zien. Maar we kunnen de zon ook in radiogolven observeren. Dus dat is dezelfde straling als waar jij je digitale tv mee ontvangt. Daarnaast kunnen we de zon ook in röntgenstraling bekijken. Daarmee worden dus ook röntgenfoto's gemaakt. En als we in röntgenstraling kijken naar de zon, blijkt dat we de corona, dus die zonnevlammen, heel duidelijk kunnen zien. Dus het is niet één soort licht waarin we de zon observeren. Het zijn heel veel verschillende soorten licht die elk weer een ander detail van de zon laten zien. Ja. Daarom zijn er natuurlijk ook zo gigantisch veel soorten telescopen die sterren kunnen gebruiken om naar het universum te kijken, omdat allerlei verschillende kleuren licht ons weer compleet andere dingen kunnen vertellen over dezelfde objecten. Gaan we even terug naar OpenSpace. Wat we hier nu nou net op de achtergrond zien staan, is die Orionnevel die we aan het begin lieten zien, dus die kraamkamer van sterren, als wolkje daarachter. En vervolgens zien we daar vlakbij zien we een speciale ster staan. Ja, en we zien dat deze ster een andere kleur heeft dan de omringende sterren. We zien vooral veel blauwe sterren. We zien trouwens ook wat rode sterren, maar deze ster is wel erg groot. En dat komt omdat deze ster een rode reus is, een grote rode reus, zoals we dat in de sterren kunnen noemen. Dat betekent dat deze ster ook aan het einde van zijn leven is gekomen. Daar komen we zo meteen op terug. Maar deze ster, Betelgeuse heet die, is onlangs in het nieuws gekomen, omdat er nog iets speciaals mee was gebeurd. Dus laten we even inzoomen op die ster. En dat doen we dan even met behulp van een van de grootste telescopen op aarde. En dan zien we dit plaatje. Ja, dus dit plaatje laat ons zien hoe groot deze ster is. Want we zagen net dat de zon een stuk groter is dan de aarde. De aarde past al meer dan een miljoen keer in de zon. Maar de zon past al meer dan een miljard keer in deze ster, in Betelgeuse. En we zien dan ook dat deze ster groter is dan de baan van Jupiter om de zon. Dus stel dat onze zon zo groot zou zijn als Betelgeuse, dan zouden alle planeten van Mercurius tot Jupiter worden opgeslokt door deze enorme reus. Grappig aan dit plaatje is dat we zien dus die ster niet als een puntbron. Dat is eigenlijk het geval met vrijwel alle sterren die we 's nachts zien. Zelfs als je daar met een heel grote telescoop naar kijkt, dan zie je alleen nog maar één lichtpuntje. Maar Betelgeuse is dus zo groot dat we hem als een vlekje kunnen zien in plaats van een puntje. En zodra we dat dan dus doen, dan zien we ook dat Betelgeuse hier linksboven wat feller is dan rechtsonder.
En over het afgelopen jaar hebben we eigenlijk geobserveerd dat dat aan het veranderen is. Dus Betelgeuse is in zijn algeheel wat dimmer geworden, minder fel. En die vlekken lijken ook te veranderen van positie op die ster. En eerst werd gesuggereerd dat Betelgeuse dus misschien zou gaan ontploffen ergens binnenkort. Omdat hij eigenlijk door zijn brandstofcyclus heen is gelopen. Nu zijn er wat andere theorieën over eventuele gaswolken. Die werden uitgestoten door de ster zelf en de voorlangsbeweging. Of eventuele hele grote zonnevlekken op het oppervlak. Dat is nog steeds niet helemaal zeker. En we noemden net Betelgeuse die op het punt staat van exploderen. En dan komen we eigenlijk ook weer een beetje terug op die eerdere vraag die we hebben gehad. Namelijk, wat gebeurt er eigenlijk als zo'n ster klaar is met zijn brandstofcyclus? Ja, dus wanneer een ster aan het eind van zijn levensloop is gekomen, dan is er eigenlijk maar één ding wat kan gebeuren. En dat kunnen we opdelen in twee onderdelen of twee types. Namelijk voor kleine sterren en voor grote sterren. En voor kleine sterren, waaronder onze zon. Onze zon is eigenlijk redelijk gemiddeld. Wat er gebeurt met zo'n ster als onze zon, is dat treedt kernfusie op. En op een gegeven moment is deze kernfusie niet meer voldoende om voor kracht naar buiten te zorgen. Waardoor die zwaartekracht dus naar het wind en de kern van die ster ineenklapt. Terwijl de buitenste lagen naar buiten worden geblazen. Als dit met onze zon gebeurt, zullen wij dus ook worden opgeslokt. De planeet Aarde zal worden opgeslokt, dus dat zullen we niet overleven. Maar gelukkig duurt het nog ongeveer 4 miljard jaar. Maar wanneer dat gebeurt, ontstaat er een planetaire nevel. Dus die buitenslagen worden naar buiten geduwd. En er ontstaat een planetaire nevel. En volgens mij kunnen we die ook laten zien in open space. Dus elk blauw driehoekje wat je hier ziet, is een planetaire nevel in onze eigen melkweg die we in kaart hebben gebracht. Die bevinden zich dus op veel grotere afstanden dan die planeten. Dus we zien hier de zon, die laten we echt ver achter ons. We zitten nu op lichtjaren afstand vanaf onze zon. Dus we zien andere sterren gaan bewegen. En dan zullen we dus inderdaad zien dat die planetaire nevels, ze zijn echt overal te vinden. Het zijn er gigantisch veel. Maar ze bevinden zich ook op allerlei verschillende afstanden. Dus we zien eigenlijk dat het echt een beetje een 3D geheel wordt op deze manier. We zien ze overal om ons heen. Deze planetaire nevels zijn trouwens erg mooi om te zien. Er zijn veel afbeeldingen van gemaakt, veel foto's van gemaakt. Dus als je googelt naar planetaire nevel, bijvoorbeeld de Halternevel of de Eskimo-nevel, dan zul je zien dat dat hele mooie plaatjes zijn. Nou, tot zover kleine sterren, want ik zei dat het kan worden opgedeeld in grote sterren en kleine sterren. Wat gebeurt er eigenlijk als een grote ster zoals Betelgeuse aan zijn eind komt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is iets spectaculairder. Want zo'n grote ster heeft ontzettend veel massa en heeft dus ook heel veel energie in zich opgeslagen. En op den duur dan gaat zo'n ster ijzer vormen in zijn kern, door middel ook weer van kernfusie. En zodra die daar eigenlijk aangekomen is, dan heeft hij nog enkele seconden ongeveer te gaan. Totdat het echt fout gaat. Want op dat moment dan wint die zwaartekracht van die kernfusie en dan klapt die ineen. En vervolgens komt daar een gigantische explosie bij vrij. En dat heet een supernova. En zodra zo'n supernova gebeurt, dan straalt die meer licht uit dan een volledig sterrenstelsel bij elkaar. Dus we zien hier op de achtergrond zien we de Melkweg. 200 miljard sterren bij elkaar. Dat is een hoop licht. En een supernova straalt dus nog meer licht uit dan die 200 miljard sterren bij elkaar. En vervolgens stoot hij heel veel stof en materiaal uit naar buiten toe. En wat dan overblijft is een supernova restant. Kunnen we ook even laten zien waar we die zoal vinden in onze melkweg. We zien ze voornamelijk in de melkweg zelf. Maar daar hebben we dus ook heel veel van geobserveerd. Heel veel supernova restanten. Grote sterren die supernova's worden, die leven ook niet heel erg lang, maximaal een paar miljoen jaar. Dus dat gebeurt regelmatig. En we zien ook regelmatig supernova's in andere sterrenstelsels. Dus op gigantische afstanden, omdat ze zo ontzettend fel zijn. Dan hebben we ook nog even een leuk plaatje natuurlijk van zo'n supernova restant.
Dit is de sluiernevel. Dit is dus eigenlijk wat er overblijft nadat zo'n ster is geëxplodeerd en de buitenslagen naar buiten toe zijn gestoten. En al die verschillende kleuren in dit prachtige plaatje, die vertellen ons wat over de stoffen die we zoal vinden in zo'n supernova stad. En we weten ook dat bij zo'n enorme explosie, bij zo'n supernova, nieuwe elementen ontstaan, hele zware elementen, zoals zilver en goud. En het is dan ook vrij zeker dat de gouden ring die u misschien om heeft, of de zilveren ketting, dat die ooit zijn ontstaan bij zo'n supernova. Dus het is ooit ontstaan uit een ontploffende ster. En het is natuurlijk niet zo dat zo'n hele ster naar buiten toe wordt gestoten, want de kern die klapt ineen. Dus wat in het midden van zo'n supernova restant overblijft, dat kunnen twee dingen zijn. Het is of een zwart gat, zoals we hier zien. Dit is overigens geen echte foto van een zwart gat. Het is de film Interstellar, maar het is redelijk wetenschappelijk correct van hoe dat er ongeveer uit zou zien als we daar in de buurt zouden komen. Het is overigens niet zo'n heel goed idee om daarbij dichtbij in de buurt te komen. Het blijft dus of een zwart gat over, of een neutronenster. Beide ontzettend zware objecten, waar er ook ongetwijfeld miljoenen van zijn gevormd. Bij die explosie dus, bij die supernova, wordt dus heel veel gas weggeblazen. En uit dat gas kunnen ook weer nieuwe sterren ontstaan. Dus op dezelfde manier als dat ze ooit zijn, als dat we voor tijd voorheen hebben verteld hoe ze ontstaan, kan uit dat gas wat uit zo'n explosie komt, kunnen ook weer nieuwe sterren ontstaan. En bijvoorbeeld onze zon is een derde generatie ster. Wat betekent dat de zon bestaat uit materiaal wat al twee keer eerder een ster is geweest. Dus zo is het cirkeltje weer rond. En daar zou het ook graag wij willen laten. Dus we blijven nog even hier. Dus als er vragen zijn, kunt u die nu stellen. Dan proberen wij ze zo goed mogelijk te beantwoorden. En we hebben straks ook nog een Zoom-sessie. Waarin ook nog vragen kunnen worden gesteld. Ja. Dus de Zoom-link wordt zometeen doorgestuurd. En we hopen jullie een volgende keer weer te zien. De eerstvolgende show is aankomende dinsdag. En dan gaan we het weer hebben over de maan en onze aarde. Maar dan in het Nederlands.